Een daarvan was het niet hebben van een visie. Ja, ik kan deze duiden. Dus ik vind een visie een individuele of een collectieve zelfoverschatting. Dus iedereen die in februari 2020 zei, ik heb een visie over de toekomst, moet toch concluderen, is niet helemaal uitgekomen. Okay. We zitten nu 10 dagen na Oekraïne. Zelfs in Oekraïne zelf hadden ze dit niet zien aankomen. Sure. Dus hoezo visie? Je kunt wel een visie hebben, maar morgen staat de wereld er anders voor. Dus ik heb ook helemaal geen visie nodig. Hmm. Oké, als iemand die goal setting interventies doet, moet dit kwartje even... Ja, mooi. Dus Michel, wat we wel nodig hebben, is richting. Sure. He, dus vaak hebben organisaties een visie en een missiemodel. Nou, wat is het ergste van het hebben van een missie? Je kunt hem afronden. Hmm. En wat dan? Dan gaat de werkmotivatie omlaag. En wat dan? Ja. Dus een missie is leuk om eventjes tijdelijk je werkmotivatie hoog te houden. Maar dan kun je behalen of de lat kan te hoog liggen en dan behaal je hem nooit. Ja. Een visie, een individuele of een collectieve zelfoverschatting. Gebruik ze alle twee niet, wat mij betreft. Hmm. Maar wat wel werkt, en daar ben ik van, elke dag weer, en dat toets ik mezelf op, en ook op anderen, en ook bijvoorbeeld in jou en een Wigert, et cetera, met wie ik graag samenwerk, is het hebben van een purpose. Ben je purpose driven? En dat is absoluut geen soft skill. Dus als ik weet waar ik van ben, als ik weet wat ik elke dag moet nastreven, en het betreft altijd een niet af te ronden taak. Mm-hmm. En daarom ook die NS1. Dus mijn purpose is van talenten helder maken. Iedereen heeft talenten. Maar echt iedereen heeft talenten. Maar als je talenten niet mag inzetten of niet mag gebruiken of niet de kennis en kunde bezit om je talenten in te kunnen zetten in een bepaalde omgeving die jou drijft, mm-hmm. ben je dus geen talent. Laat staan een held. He, die hoge energieke leidingnemende doener. En dan als ik maar één iemand in staat kan stellen om met nieuwe theorie of met nieuwe kennis zijn kunnen beter in te zetten, om me daarvan zijn talent heldhaftig gedrag te vertonen, om daar echt iets mee te gaan doen, is mijn middag geslaagd. Mm-hmm.